Artsen en deskundigen van over de hele wereld komen samen in het Radboud UMC om in één keer zoveel mogelijk patiënten een diagnose te geven. Allemaal kinderen die best wel vaak naar het ziekenhuis moeten, maar niemand weet waarom ze dat hebben. En dat proberen we in de komende dagen zoveel mogelijk te gaan oplossen. En verder in het nieuws vandaag, de dag na de Europese verkiezingen wordt er hard gewerkt aan het tellen van de stemmen. En Patisserie Strik maakt het allerbeste ijs van Nederland. Stel je voor, je lijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening, maar de artsen kunnen niet vaststellen wat je precies hebt. Dat scenario geldt voor maar liefst 350 miljoen mensen wereldwijd. In een poging hier iets aan te doen, vindt in het Radboud UMC momenteel de Undiagnosed Hackathon plaats. Biologen, scheikundigen en artsen uit 19 landen van over de hele wereld komen hier samen in de hoop voor zoveel mogelijk van deze patiënten alsnog een diagnose te kunnen stellen. Wereldwijd leven er 350 miljoen mensen met een niet gediagnosticeerde ziekte. Hiervan zijn er 75% kinderen. In het Radboud Ziekenhuis kwamen vandaag experts van over de hele wereld samen om moeilijke, onopgeloste ziekten aan te pakken en op te lossen. Het is eigenlijk net begonnen. En vandaag en morgen, dus het is een evenement van 2 dagen, komen er heel veel mensen of zijn er heel veel mensen naar Nijmegen gekomen vanuit binnen- en buitenland. Dus ook bijvoorbeeld mensen uit Zuid-Afrika en Colombia en Brazilië. En dat zijn allemaal artsen en onderzoekers en andere mensen die iets met genetica hebben. En die willen eigenlijk allemaal meedenken om te kijken, kunnen we nu wel een diagnose vinden? Het evenement is georganiseerd door diverse partijen, met de Wilhelm Foundation als initiatiefnemer. De eerste editie vond vorig jaar plaats in Zweden, waar patiënten met zeer uiteenlopende symptomen deelnamen. Ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Dus het criterium was vooral om mee te kunnen doen dat het een familie is waarbij heel sterk aan een genetische aandoening wordt gedacht, maar nog geen diagnose is. En dat zijn vooral heel veel kinderen waarbij vanaf jonge leeftijd al heel veel speelt en met heel veel verschillende aandoeningen. Maar er zitten ook volwassenen tussen, of bijvoorbeeld mensen met een spierziekte, of mensen met een erfelijke vorm van kanker, of mogelijk erfelijke vorm van kanker. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn. Een van de kinderen is Bram, een 6-jarige jongen bij wie al 5 jaar wordt gezocht naar een diagnose, maar tot nu toe zonder resultaat. Dit is alleen een ochtend voor ons. En daarna gaan artsen aan de slag met de data die er al ligt. En daar gaan ze op basis daarvan, gaan ze dan gecombineerd met wat wij vandaag verteld hebben, gaan ze onderzoek doen. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat we een diagnose kunnen krijgen, zodat we beter weten wat de toekomst ons gaat brengen. Vorig jaar hebben een aantal patiënten door het evenement een diagnose gekregen. Dit jaar doen er 42 gezinnen mee, waarvan 8 gezinnen uit Nederland. Ja, we hopen, maar we weten helemaal nog niet hoe vaak het gaat lukken en of het gaat lukken. Maar we hopen dat te doen door eigenlijk verschillende dingen. Dus voor sommige patiënten willen we opnieuw naar de data kijken. Dus dan zijn er bijvoorbeeld eerder al DNA-onderzoeken gedaan. En dan willen we opnieuw kijken van, goh, kunnen we daar nu wel iets in vinden? Met bijvoorbeeld nieuwe kennis of nieuwe systemen die we kunnen gebruiken. En voor heel veel families hebben we ook nieuwe technieken gebruikt. Dus nieuwe technieken om het DNA uit te lezen. Dus daar zijn allemaal bloedsamples opgestuurd om te kijken of we met nieuwe technieken nu wel een keer kunnen vinden wat we vroeger niet konden vinden. Voor ons is dit echt een mooie mogelijkheid om weer met nieuwe inzichten naar de data van Bram te kijken. Als het gaat lukken, dan is dat fantastisch. En als het niet lukt, dan leven we gewoon door zoals we nu doen. Nu de Europese verkiezingen in ieder geval voor Nederland achter de rug zijn, was het vanochtend de hoogste tijd om de stemmen te tellen. En dat zijn er steeds meer. Ondanks dat dit een van de minst populaire verkiezingen is, zit er al een aantal edities een stijgende lijn in het opkomstpercentage. Als we kijken naar Nijmegen, ging in 2014 nog 39,9% van de stemgerechtigden naar de stembus. In 2019 was dat al 47,6% en gisteren is in Nijmegen maar liefst 52,4% komen opdagen. Omgerekend zijn dat ruim 76.000 stemmen die allemaal met de hand geteld moeten worden. Ik ben momenteel bij de Jan Massinkhal in Nijmegen en dit is het gemeentelijk stembureau van de gemeente Nijmegen. Hier zijn ze dus alle stemmen aan het tellen van de Europese verkiezingen van gisteren. We gaan eens kijken hoe de sfeer daarin zit. We zijn begonnen met de stembussen van de grootste stembureaus. En ik geloof dat nu de eerste 4 of zo binnen zijn. En we zijn ruim 2 uur aan het tellen.
En dat zijn dan ja, wel de bureaus met de grote aantallen stemmen. Vinden op zich dat het heel soepel loopt tot nu toe? Ik doe het in ieder geval al heel lang. Ik heb al verschillende keren op stembureau gewerkt. En tellen is mijn derde keer, geloof ik. Dus je bent bezig eigenlijk voor de stad en voor je land. En in dit geval voor de Europese verkiezingen. Gisteren was de verkiezingsdag, maar vandaag ging het tellen gewoon weer door. Toch is de officiële uitslag pas eind dit weekend bekend. Nou, we werken dan per... Je krijgt een hele container wat hier neergezet. En er zit van een bepaald stembureau, van één stembureau, zitten alle partijen erin. En dan werk je per partij, ga je bekijken van hoeveel er op gestemd is. Eerst op lijst, trekkersniveau en daarna... ga je kijken van hoeveel stembiljetten per partij zijn. Ja, aan het eind van de dag, als we klaar zijn met tellen, dan weten we wat in Nijmegen de uitslag is. Maar de Europese parlementsverkiezingen die lopen de komende dagen in andere landen nog door. Dus tot en met zondagavond. Dus we mogen nu nog niet de uitslag bekendmaken. Zondagavond dan wordt dat vrij definitief. En komende maandag hebben wij een zitting waarop we officieel de Nijmeegse uitslag bekendmaken. De opkomst lag deze verkiezingen hoger dan de vorige Europese verkiezingen in 2019. Meer stemmen die dus geteld moeten worden, wat door heel veel vrijwilligers wordt gedaan. Nou, we hebben ongeveer 180 tellers, 30 telleiders, 5 controleurs. Dan hebben we een voorzitter. En boven in de Jan Massinkhal komen zo meteen nog de mensen die alles digitaal in de computer invoeren. Dus alles bij elkaar zijn we met meer dan wel 250 mensen of zo hier bezig. Feest bij patisserie Strik vandaag. Het ijs van de banketbakker uit Nijmegen en Wijchen is door het patisseriecollege uitgeroepen tot het beste banketbakkersijs van Nederland. Hoewel de top in deze keuring dicht bij elkaar ligt, heeft Strik hiermee wel 24 andere zaken achter zich gelaten. Het is niet de eerste keer dat patisserie Strik de prijs ontvangt voor het beste banketbakkersijs van Nederland. Met de smaken framboos en hazelnoot wist Strik al eerder in 2020 de prijs te winnen. Het ambachtelijke ijs wist de strenge jury dit jaar wederom te overtuigen en met een half punt verschil met de nummer 2 wist de patisserie de prijs in de wacht te slepen. We werken met verse grondstoffen, maar dat is een understatement eigenlijk. Wij zijn met een hoop collega's in Nederland van het patisseriecollege, waarvan een groot deel banketbakkersijs maakt. En iedereen kan een goed en lekker en top ijsje maken, maar het zijn de details die het verschil maken. Een aantal van deze details zitten bijvoorbeeld in het aardbeien- en chocoladeijs waarmee patisserie Strik de prijs voor het beste ijs van Nederland 2024 heeft gewonnen. In de aardbeien sorbet zit een vleugje citroen voor extra frisheid. Ook is het ijs gemaakt van verse lokale aardbeien. De ingrediënten voor het chocoladeijs zijn ook met zorg uitgekozen. De beste melkchocolade is gemengd met garnituur met een fijne crunch. Aandacht voor detail maakt het ijs het beste. Zeker wel. En wat wij proberen, wat ons ijs onderscheidt, is dat we hebben natuurlijk onze patisserie, onze banketbakkerij, waar heel veel smaken al in onze keuken aanwezig zijn, in onze patisserie al aanwezig zijn. En die gebruiken wij juist ook voor ons ijs. Op dit moment zijn er bij patisserie Strik zo'n 24 smaken te verkrijgen. Hierbij zijn er 18 tot 20 vaste smaken te vinden en steeds 4 wisselende smaken. Per 1 à 2 weken veranderen de smaken, afhankelijk van het weer. Bij warmer weer zijn er meer sorbets en fruitsmaken te vinden. Bij koeler weer zijn er warmere smaken te vinden. Het ijs werd beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Eén daarvan was de kleur, de schepbaarheid, de garnituur wat erin zit en uiteraard smaak, die telde dubbel. Patisserie Strik voldeed logischerwijs uitermate goed aan de beoordeelde criteria. Zowel de schepbaarheid, het moet goed scheppen, het moet goed een hondje kunnen vullen. De kleur was goed, sommigen zagen dat de kleuren wat te licht waren, met name bij het chocoladeijs. Garnituur was goed, niet te overheersend, ook niet te grof, want daardoor schept het ook weer wat lastiger. Dus ja, eigenlijk het totaalplaatje was dik in orde. Het museum in Nijmegen heeft 500.000 euro ontvangen van de Vriendenloterij. Ze zeggen hierover: cultuur is het fundament van onze samenleving, geen hobby of liefhebberij. Omdat een sterke maatschappij een krachtige cultuursector nodig heeft, ondersteunen wij deze van harte. Museumdirecteur Helene Vermeulen reageerde geëmotioneerd op de bijdrage.
Met deze bijdrage kunnen ze nog meer impact maken, waaronder het opzetten van een nieuwe tentoonstelling om meer mensen te laten ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Aldus de directeur. De gemeente Nijmegen gaat voortaan jaarlijks 75.000 euro reserveren om de biodiversiteit goed te monitoren. Momenteel is er nog te weinig kennis om de biodiversiteit duidelijk te kunnen beoordelen. Daardoor is er onvoldoende inzicht wat de effecten zijn van het gemeentelijk beleid op dit terrein. De gemeente wil de omvang en de kwaliteit van de biodiversiteit in Nijmegen behouden en versterken. Ook is het de bedoeling om het beleid zo eventueel te kunnen bijsturen. Nijmegen is een groene stad en dat hebben we onder andere te danken aan de 63.000 bomen die er te vinden zijn. De gemeente hecht daar veel waarde aan en heeft zelf een speciale bomenwachter aangesteld om het behoud van deze bomen te waarborgen en te zorgen dat er jaarlijks zo'n 1000 bomen bijkomen. Vooral bij werkzaamheden willen bomen nog wel eens een obstakel vormen, maar de bomenwachter is er dan om de uitvoerders te adviseren. Zoals momenteel aan de Groesbeekse weg, waar Van Gelder aan het werk is. Hun samenwerking met de bomenwachter gaat zo goed dat ze vandaag in het zonnetje werden gezet. Dankzij de samenwerking tussen de bomenwachter Liander en Van Gelder worden de bomen goed beschermd tijdens de werkzaamheden aan de Groesbeekse weg. De gemeenteraad had aangegeven in het bomenbeleid wat ze belangrijk vonden. Naast het aanplanten van veel nieuwe bomen was dit ook het beschermen van bomen die er al zijn. De functie bomenwachter is speciaal hiervoor in het leven geroepen. Wat vaak vergeten wordt, we kijken vaak naar een boom bovengronds, maar ondergronds. Daar zitten eigenlijk de belangrijkste functies, daar zitten de wortels. De voedingsstoffen die een boom nodig heeft, haalt hij uit zijn groeiplaats. In de jaren 70 en 80 zijn deze groeiplaatsen veel te klein ingericht, wat een goede afstemming tussen Liander, Van Gelder en de bomenwachter extra belangrijk maakt. Ze zijn belangrijk omdat ze schaduw bieden, omdat ze genoeg koelte in onze stad brengen, biodiversiteit, dus genoeg beestjes die daar ook gebruik van maken. Alle bomen worden in kaart gebracht via een bomenplan. Hierin staat hoe de verschillende bedrijven om de bomen heen kunnen werken en hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder schade aan te richten. Een boom die heeft er natuurlijk zo lang over gedaan om zo groot te worden. En dat wil je niet in no time vernietigen. Dus daar moet je alles aan doen om dat te behouden. Dat is gewoon heel belangrijk. En tot slot is het vandaag de eerste vrijdag van juni en dat betekent dat het donutdag is. In de 80 buurthuiskamers van het Leger des Heils worden vandaag gratis donuts uitgedeeld. Samen met een kop koffie of thee en het spelen van spelletjes is dit echt een buurtfeest te noemen. Do not worry, be happy. Vandaag is het donutdag. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Oh, het is een traditie bij het Leger des Heils inmiddels. Maar ja, traditie, 4 jaar, 5 jaar, zoiets. Maar het idee is dat in de Eerste Wereldoorlog vrijwilligers donuts uitdeelden aan soldaten. En ze hebben bedacht van, hey, dat is eigenlijk ook een hele mooie manier om mensen onze buurthuiskamers binnen te krijgen. Dus laten we het weer nieuw leven in blazen. En vandaar dat wij weer donutdag hebben. En op de donutdag is iedereen in de buurt welkom om een donut te komen eten. Het wordt voor alle buurtbewoners georganiseerd. En voor alle mensen die langslopen of denken, hey, ik ben hier nog nooit binnen geweest of ik heb zin in een donut. Ja, voor iedereen dus. Ja. Ja, iedereen krijgt zoveel donuts als hij zin heeft, althans, dat lijkt erop. Ze hebben er een heleboel en je kunt lekker smikkelen. En gezellig een praatje maken met anderen. En ja, heel ontspannen en gezellig. De donuts vallen in ieder geval goed in de smaak. Ik heb er net eentje op en ik heb alweer zin in een andere. Ik heb er 2 op. Allebei met chocola. En de ene was gevuld met jam. Was subliem. Ja, leuk. Leuk, leuk, hè? We gaan een licht wisselvallig weekend tegemoet met toch ook wel de nodige zonneschijn. Morgen zal de dag verlopen met een mix van bewolking en zon. Er is een kleine kans op een bui, maar waarschijnlijk zal onze regio de dans ontspringen. Wel staat er bij 19 graden een redelijk stevige wind. Zondag blijft het droog. Er zijn hier en daar wat stapelwolken, maar er is ook voldoende ruimte voor de zon. Bij 18 graden is het uit de wind heerlijk aangenaam, maar in de wind en als de zon even weg is, kan het wat fris zijn. In de nieuwe week gaan we een iets wisselvalliger weerbeeld tegemoet, met temperaturen die ook iets onder het gemiddelde liggen voor deze tijd van het jaar. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 7 juni. Kijk voor het laatste nieuws altijd op rn7.nl of in de gratis RN7 app. Maandag zijn we weer bij je terug, dus voor nu een heel fijn weekend en graag tot dan.